Yo, ik ben David van Rijnvogels. Ik ben David van Kickboys. En vandaag gaan we kijken hoe voetballers kunnen basketballen. We hebben drie verschillende posities en die posities zijn hier, hier en hier. En dit haal ik toch niet. Nu gaan we een steen, papier, schaar doen en we gaan kijken wie er als eerste mag beginnen. Is goed. Steen, papier, schaar. Ik mag beginnen. Oké. Okay. Dus ik mag beginnen. Nee, je mag. Oké. Okay. Oh nee. Als ik win van mij. Zij, gewoon dus een meisje. Ja. Dan draai ik mijn schoen op. En ik doe het echt. En je hebt best grote schoenen. Komt-ie. Dit is mijn tweede schot. Ga kijken of je raakt. Jongen! Dit mag niet, hè? Woe! Nou, mijn derde schot. En David is al. Die heeft al gescoord. En nu hoop ik dat ik ook kan scoren. Ik dacht heel even. Dan had ik echt mijn schoen op. Eindelijk. Als ik dit win, hij is de beste basketballer van onze klas. Vijfde. Dit is mijn vijfde schot. Hoppa! Ja, maar jij gaat zo naar voren, dan gooi jij. Ik sprong. Nee. Wel. Ruzie! Nou, nu is er een tussenstand en ik sta bij de laatste lijn en David staat bij de tweede! Mijn achtste schot. Nee! Jongen! Ik sta nog steeds op de derde lijn en David nog steeds op de tweede. Ik ga nog winnen. Hij gaat niet winnen. Echt wel. Niet dat deze raak gaat! Yeah! Daar heeft gewonnen, maar ik kwam meer door zijn lengte. En we laten even basketbal aan basketballen over. En like en abonneer. En wil je nou ook meedoen? Vergeet dan natuurlijk niet de link in de beschrijving te checken. En kom even boys, Rijnvogels, Kattek. Valk heeft nog niemand, dus kan je ook voor opgeven. En even voor Rijnburg. Doei, mama. Doei. Ja, doei.